Republiek Duitsland, in België, maar ook ver weg, in Egypte, Ivoorkust, Marokko, Nigeria, Qatar zelfs. Kameroen en ook het straatarme land Togo. Waar zouden ze het geld vandaan halen? Het is een ervaren vlieger, die Louis Baum. Hij is in dienst gekomen bij de Belgische luchtmacht in 1967. Hij heeft al bijna 5000 vlieguren. En daar zullen er nog wel wat bij komen, zodat hij in de buurt gaat komen straks wel eens van die 10.000 uur. Zit Louisje daar nu in zijn eentje in? Want er kunnen dus twee mensen in, hè, in zo'n lestoestel. Er kunnen er twee, maar hij zal ongetwijfeld demonstratie met alleen vliegen, want... Nou, misschien een buurman die mee wil. Ja. Het lijkt me niet zo makkelijk als je het nog nooit meegevlogen hebt, want je weet toch niet goed wat er gebeurt. En dat kan wel eens onplezierig zijn. De vraag is hoe je begint, hè? Want als je nu zo in zo'n toestel stapt, dan heb je het idee dat je er geradbraakt uitkomt. Maar zo'n vlieger moet ook eens beginnen. Dat klopt. Hij krijgt natuurlijk zijn militaire opleiding, want het is een militaire vlieger. En daarnaast wordt hij eerst opgeleid op een propellervliegtuigje bij de Belgische luchtmacht. En daar worden dus op dit moment ook Nederlandse vliegers in België mee opgeleid. Als ze daar een bepaalde fase van de opleiding achter de rug hebben, gaan ze over op dit toestel. En dat gaat allemaal stap voor stap, zodat hij ook best de tijd krijgt om te wennen aan het vliegen met zo'n vliegtuig. Als ze dan klaar zijn met deze opleiding, de Nederlandse vliegers daar in België, dan komen ze terug naar Nederland en krijgen een cursus op de F-16, zodat ze dan als operationeel vlieger, zoals we dat dan noemen, inzetbaar zijn. Ja, zo heeft Nederland, onze luchtmacht, geen Alphajet zelf, maar door het samenwerkingsverband binnen de NAVO, mag ik aannemen, de militaire verdragsorganisatie, militaire bondgenootschap van de 16 landen, hebben de Nederlandse vliegers, de Nederlandse militaire luchtvaart, dus wel degelijk met dit toestel te maken. Frankrijk gebruikt het ook als opleidingstoestel. De Bondsrepubliek daarentegen als licht aanvalsvliegtuig. Want het toestel heeft een tweeledige functie. Althans kan dat hebben. Er zijn wat kleine verschillen tussen de types. Maar ook dat is weer voor de echte sporen waarin we het zijn. Ja, ik zou om zo'n klein detail eens te noemen. Als je de neus van dit vliegtuig ziet, dit is een vliegtuig van de Franse productielijn. Dan is er een rond neusje en de Duitse vliegtuigen, die dus ook als aanvalsvliegtuig kunnen worden ingezet, die hebben een spitse neus. Het zijn echt hele kleine details waaraan je dat soort dingetjes kunt zien. Dornier, Dassel, Breguet, respectievelijk in Duitsland, in West-Duitsland en Frankrijk, hadden natuurlijk graag gezien, de makers zijn dat, natuurlijk graag gezien dat het toestel over de hele wereld zou worden verkocht. Maar de concurrentiestrijd heeft hevig gewoed tussen de wendbare types als deze Alphajet. En zo heeft dit toestel toch een opening in de Amerikaanse markt verloren. De Amerikaanse marine had wel belangstelling. Maar dat is verloren tegen de Engelse Hawk-trainer. Commandant Louis Baum komt nu langzaam voorbij met het landingsgestel uit. En dit is de laatste keer dat hij langskomt voordat hij weer terug gaat naar Soesterberg. Laatste vliegtuig nog even gezien aan het publiek. En daarmee groet hij ook de kijkers in België, zoals we dat zo vaak op de Nederlandse televisie zeggen. Nou, wat ons betreft kan de verkeersstoren nu het zijn veilig geven. Zijn tot take-off aan de B-25 Mitchell, die we al eerder zagen taxiën. Op dit moment zijn er 220.000 toeschouwers. We houden de thermometer maar even voor u bij.
Die gaan kijken naar de B-25 Mitchell als afsluiting van dit ochtendprogramma. Staat nu aan de kop van de baan en klaar voor de take-off. Daar gaat hij, daar hebben we het nakijken. Bye bye, goede vlucht. Daar zijn de wielen in los. Het vliegtuig is begonnen aan zijn demonstratie. Ik zal eerst voldoende hoogte proberen te winnen. En dan een bocht maken en terugkomen, zodat iedereen het goed kan zien. Ook door Nederlanders is dit toestel in de oorlog gebruikt, deze B-25 Mitchell. Vanuit Australië werden de Japanners daarmee aangevallen door een Nederlands squadron dat in Australië gelegerd was. Later zijn die toestellen aan Indonesië overgedragen bij de soevereiniteitsoverdracht in 1949. Maar bij een van zijn eerste bezoeken na de slechte verhouding tussen Nederland en Indonesië onder president Sukarno, een van zijn eerste bezoeken aan het Indonesië van president Suharto, heeft prins Bernhard ervoor gezorgd, dat was in 1970, dat later een toestel, zo'n B-25 Mitchell, kon worden overgedragen aan het Militair Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Het toestel is, zoals we eerder zeiden, eigendom van een Engelse filmmaatschappij. Het komt vanaf het vliegveld Noordwild. En het is speciaal voor die filmmaatschappij is het aangepast. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. Maar de neus van het vliegtuig dat is veranderd in een glazenkoepel waar dan normaal de cameraman, ik denk, op zijn buik ligt om opname te maken van andere vliegtuigen. Ik hoop dat de echte luchtvaartliefhebber aan zijn toestel blijft. We hebben prachtige oude toestellen gezien. Voor zover u het niet gezien hebt, noem ik toch nog maar even de namen, zoals de Tiger Moth, de Auster, de Harvard, de Piper Cub. Fokkers S11 hebben we gezien. En die komen allemaal voor in een documentaire die zo over 20 à 25 minuten zal worden uitgezonden. Een documentaire die werd vervaardigd door Wil de Jong, Dick van der Aert en Henk Jansen. In dat middaguur zult u dat in dit programma kunnen zien, want dan is het hier even een uurtje stil, een uurtje rust te midden van het lawaai. En om 1 uur zal dan het programma weer worden voortgezet. Ik kan u die documentaire ten zeerste aanraden, omdat daar alles in historisch perspectief zal worden neergezet. Inmiddels vliegt die de B-25 langs en zoals u misschien kon zien zijn er 2 luiken aan de onderkant van het vliegtuig geopend. En daar werden de bommen in de Tweede Wereldoorlog aan opgehangen. 450 km per uur is de maximumsnelheid voor dit toestel. De eerste vlucht vond plaats in januari 1939, dus eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog. Er werden er bijna 10.000 van gebruikt. En dat is voor een vliegtuig erg veel. Inmiddels zal de Alpha Jet die we net zagen van onze Belgische vriend Louis al in de buurt van Soesterberg zijn, mag ik aannemen, want zo rap gaat dat wel. En dan wil ik u die nu zit te kijken er even op wijzen dat er nog veel meer Alpha Jets te zien zijn in het programma straks, in het middagprogramma dat de Clu 75, dat de 75-jarige luchtmacht ons voorschotelt. Want dan verwachten we een compleet optreden van de Patrouille de France, het demonstratieteam van de Franse luchtmacht, met zo'n 9 of 8 toestellen, om precies te zijn. Allemaal Alpha Jets en dat mag u zeker niet missen. Zo'n B-25 Mitchell
Een aantal van hen hebben ook destijds een vlucht op Tokio ondernomen.